In het Sneeker Rasterhofpark naast het Van der Valk Hotel lopen hooglanderrunderen. Er zijn kalfjes geboren, maar die moeten nu worden weggehaald omdat ze door het gedrag van loslopende honden ernstig verzwakt zijn. De honden verstoren de pasgeboren dieren zo erg dat de kalfjes nauwelijks nog eten en zwak zijn geworden. Afgelopen week is het eerste kalfje al weggehaald. Hij was maar een paar dagen oud. Nu wordt er ook nog een tweede kalf weggehaald omdat hij te zwak is geworden. De lokale nieuwssite Groot Sneek meldt dat jeugd, die daar regelmatig is, de dieren met stokken opjaagt. Mensen die hier iets van zeggen, worden bedreigd. Bij de politie zou het bekend zijn wie dit doen. Honden mogen in het park komen, maar moeten wel aangeleind zijn. Veel mensen trekken zich hier helemaal niets van aan en daardoor kunnen de honden bij de kalfjes komen. Zowel voor de honden als hun baasjes levert het ook nog risico's op. De honden hebben kans om door de hooglanders op de horens genomen te worden ter bescherming van de jongeren. De baasjes kunnen een boete krijgen omdat ze hun honden niet aangeleind hebben. De politie is actief aan het controleren en bekeurt de overtreders.